Wist je dat Rotterdam ook een strandtent heeft? Ik heb begrepen dat dit de allereerste strandtent van Nederland is die helemaal vegan is. Dag. En ook nog goede koffie heeft. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Charlotte had al een restaurant in Rotterdam, Lilith. Zij wilde al 10 jaar lang een strandtent. Kwam er een strandtent beschikbaar. Bij Lilith was er altijd al, ging er veel bacon, veel eieren, veel zalm werd daar verkocht. Mm-hmm. En daar lag zij van wakker. Ja? De hoeveelheid. Daar kon ze echt niet voor slapen? Nee, niet altijd, nee. Veel mensen denken, of die schrikken in het eerste gezicht, denken ze veganistisch, dat is allemaal heel eng en zo. Ja. Maar het is juist erop ingericht dat je gewoon lekker bitterballetje kan eten, die bacon en zo wat je hebt geproefd. Ja. Dat soort dingen dat je juist... Ja, want ik kon me niet voorstellen dat die bacon naar bacon zou smaken, maar... Dat is toch wel je hebt het tegendeel bewezen, hoor. Ja. Het is vooral dat het gewoon comfortabel eten moet zijn voor als je een dag op het strand bent. Daar is het wel op ingericht en toevallig is het daarnaast ook vegan. Ja. Eigenlijk ook wel bekende gerechten in een vegan jasje. Ja, dus een gado-gado bowl hebben we die dan helemaal veganistisch met tempeh is. We hebben een poke bowl met de vegan zalm erbij. We hebben wat luchtige gerechten, we hebben wat lunch met broodjes en ook de ontbijt met de bowls, de smoothie bowls, asai, dat soort dingen. Ja. En dan wat huisgemaakte granola erop. Lekker. Ja. Nou, ik ga genieten. Hawaiian pancakes met fruit van het seizoen, siroop, kokosnoot, yoghurt. En de Pele Power Bowl met blauwe rijst, veganistische zalm, ingelegde gember en nog veel meer lekkers. Lekker, dank je.